Ik herinner mij nog dat wij allemaal samen in die staf zaten die we nu nog altijd elke dag houden. Met alle disciplines die betrokken zijn samen. En iedereen was eigenlijk muisstil, echt onder de indruk van hetgeen dat we onder onze ogen zagen gebeuren. Eigenlijk het opdoemen van een nieuw ziektebeeld. Iets wat je toch niet elke dag meemaakt. Ik herinner mij vooral nog het moment dat er al een aantal patiënten waren opgenomen. We hadden toen 1 COVID-afdeling. We hadden het gevoel van oké, we kennen dit wel. Dit is een nieuwe longinfectie, maar we kennen er zoveel andere. En dan plots waren er een aantal patiënten die eigenlijk onverwacht toch achteruit begonnen te gaan. Dus we zagen op de foto's en op de scans dat eigenlijk die longen progressief volledig ingenomen waren door wat dat we dan noemen matglaszones. Dus eigenlijk witte ontstekingszones die soms op heel korte tijd konden toenemen. En dan ook de snelheid waarmee die longontstekingen op foto, op scan toenamen, dat was toch wel heel indrukwekkend. Toen we voor het eerst zagen dat patiënten eigenlijk heel onverwacht achteruit gingen, dan hebben we toch zo wel wat lichte paniek gevoeld. Zo het gevoel van alles wat we tot nu toe geleerd hebben, alle ervaring die we hebben opgebouwd, dat lijkt precies bij COVID toch net iets anders te verlopen. Ook patiënten konden er soms nog heel goed uitzien, maar die toch zeer ernstige zuurstoftekorten hadden. Dat was iets wat zowel voor ons als voor onze ervaren verpleegkundigen toch wel heel opvallend was. En ook een beetje angstaanjagend eigenlijk. Het vergt zeer veel aanpassingsvermogen. Ik moet zeggen, bij de eerste golf was het woord van het jaar eigenlijk snel schakelen. Dat was eigenlijk hetgeen dat we moesten doen. 'S morgens werd er iets beslist. Tegen de namiddag was het al een volledig andere info dat we kregen, omdat het ziektebeeld niet gekend was en de maatregelen daar rond ook niet zo evident waren. Dat ziektebeeld is veranderd in die zin dat we oorspronkelijk vooral oudere mensen zagen. Dus in de eerste golf waren het vooral oudere mensen en mensen met een onderliggend lijden. In de tweede golf hebben we al iets jongere mensen gezien, maar nu in deze golf zijn het nog jongere mensen. Dus eigenlijk hebben we alle leeftijdscategorieën al gezien, zowel op de midcare als op de gewone COVID-afdeling als op IZ. We gingen ervan uit dat er een enorme verlittekening van de longen zou optreden die waarschijnlijk blijvend ging zijn. Zo zag het er toch uit op dat moment. Ook daar zijn we terug verrast geweest, maar dan in aangename zin. In onze post-COVID-poli zien we eigenlijk in de opvolging van die patiënten na 3 maanden dat gelukkig de schade op de longen heel beperkt is en dat eigenlijk vrij goed herstelt. Wat dat we daarentegen wel zien, is dat patiënten heel, heel fors gedeconditioneerd zijn en dat er enorm veel nood is aan revalidatie en aan oefenprogramma's. Al bij al ben ik enorm onder de indruk van de veerkracht die ieder in alle betrokken teams eigenlijk heeft. Dat vond ik heel mooi om te zien, ook omdat ik ongelooflijk zie wat voor expertise er in dit ziekenhuis is. En hoe dat samen wordt gebundeld om de best mogelijke zorg af te leveren voor iemand individueel. De mensen hangen zeer goed aan elkaar, dus mijn team is in dat opzicht nog meer gegroeid dan daarvoor. Wij waren al een warm team, maar we zijn nog warmer geworden. En dat maakt dat ze het nu nog altijd kunnen volhouden. Ze hebben zeer veel steun aan elkaar en dat is belangrijk. Een van de mooie zaken aan het werken in een universitair ziekenhuis is dat je echt aan de bron zit ook van wetenschappelijk onderzoek en dat je ook net die verschillende expertise kan samenbrengen en dat je ook toegang hebt op die manier tot wetenschappelijk onderzoek en ook studiemedicatie bijvoorbeeld. Niet dat ik daar vroeger ooit aan getwijfeld heb, maar nu ben ik er zeker van, mij krijg je hier niet meer weg.